afgelopen jaar hebben we heel hard doorgewerkt om het stadion helemaal af te krijgen. Als je te live bent en je hoort geluid en het licht en nou ja, de sfeer al in het stadion, ja, dat is nog mooier als hier. Maar hoe je het nu in VR al ziet, zo is het in het echt ook. Dus we hebben een mega podium en dat is niet alleen voor e-sports evenementen, maar ook voor tech evenementen heel geschikt. Ja, dit is de community area zoals wij dat noemen. Dit is 800 vierkante meter. Je ziet hier een aantal tafels en stoelen staan, maar we hebben hier ook een aantal attracties toegevoegd. Eigenlijk is ons idee, als we straks echt helemaal open worden, open gaan, dat dit een area is waar je 24/7, en dan niet voor, maar 27, naar binnen kunt. En dat is een free-to-play area. Dus daar hebben we twee race-sheets staan. En daar hebben we ook een bar voor de consumptie. En dat is dan zonder alcohol, omdat we veel met jongeren te maken hebben. Maar wel een bar waar je een broodje kunt nuttigen, je kunt ontbijten, je kunt dineren, je kunt lunchen. En in deze area gaat het vooral om ontmoeten. Dat vond ik heel erg leuk. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel al met al een ja, geslaagd event is. Waar we denk ik altijd wel een trots op kunnen kijken. Namens ons allen, een heel groot applaus voor Mauro. Willen jullie nog een biertje? Ik zal even wat biertjes klaarzetten. Femke, jij krijgt de eerste hoor, Femke. Alsjeblieft. Komt-ie. Ja, ik heb het. Leuk hoor. Ja, lukt hem er even in. Ja, Kaya, perfect. Ik zal even wat verder voor ons zetten. Je moet even in de spiegels kijken.